Ja, jullie hebben dat natuurlijk ook gelezen. Ja, van Virgil van Dijk. Die zei van, ik heb Van Gaal zijn naam niet genoemd. Toen aan hem gevraagd werd, wie moet de nieuwe bondscoach worden? Nee, dat begrijp ik wel, dat Virgil van Dijk die naam niet genoemd heeft. Nee, natuurlijk niet. Want, weet je nog, in 2014, de aanloop naar de WK toen in Brazilië. Toen heeft Van Gaal van Dijk niet geselecteerd. En waarom niet? Van Gaal die zei, ja, Van Dijk die heeft te weinig ruimtelijk inzicht. Die voelt niet helemaal precies aan waar mensen aan de zijkant en achter hem staan. En dat was dan de reden om hem niet te selecteren. Kijk, dat is die Van Dijk natuurlijk niet vergeten. Nee. En die noemt dan zijn naam niet. Maar ik ben het eigenlijk ook wel een beetje eens met Virgil van Dijk. Want ik denk dat Louis van Gaal niet de aangewezen man is nu om bondscoach te worden. Nee, hij past niet volgens mij bij deze groep. Nee, goede trainer hoor van Gaal, daar gaat het niet om. Maar niet voor dit elftal, nee. Want deze jongens, die hebben zichzelf een beetje benoemd als de New Wave. Zo noemen zij zichzelf. Zij zijn de nieuwe generatie. Zij doen het allemaal net een beetje anders. Ze hebben hun eigen manier van doen en dat is hem. Nou, en dat heeft Ronald Koeman, die heeft dat heel goed aangevoeld. En die heeft de jongens wel een beetje discipline bijgebracht, maar tegelijkertijd heeft hij ze ook helemaal in hun waarde gelaten. En daar gaat het om. Deze groep spelers bij het Nederlands elftal, die hebben geen schoolmeester nodig. Die hebben niet iemand nodig die het eens eventjes gaat vertellen hoe het precies allemaal moet. Zo gebeurde namelijk ook in 2002, weet ik. Toen zat Jaap Stam in het Nederlands elftal. Ja. En dan ging die Van Gaal, die ging aan Stam vertellen hoe het precies moest. En die Stam, die speelde toen bij Manchester United. Hij had al de Europa Cup gewonnen, geloof ik. Was al 3 keer verdediger van Europa geweest. En dan ging die Van Gaal daar lopen wijsneuzen. Nou, daar hebben dat soort spelers helemaal geen zin in. En de zogenaamde jonge spelers van nu, dat zijn eigenlijk alweer oudere en ervaren spelers. Want die spelen in grote competities. Zoals De Ligt en Frenkie de Jong. En spelen met hele grote verdetten. Met Ronaldo en Messi hebben ze gedaan. Dus hey, en wat ga je die nog allemaal vertellen? Hou alsjeblieft op, zeg. Daar zitten die gasten helemaal niet op te wachten. Nee, dus wat heeft deze groep nodig? Deze groep heeft alleen maar nodig iemand die de sfeer erin houdt. Die die jongens snapt. Die die jongens hun gang laat gaan. Willen ze keihard muziek draaien, ga je gang. Willen ze in hun vrije tijd een beetje gek doen op de social media, roep ze niet tot de orde. Laat gaan. Dat is het motto. En daarom heb je gewoon nu een bondscoach nodig. Die moet alleen maar de sfeer erin houden. En die jongens een beetje, ja, weet je, dat. Dus die KNVB, die heeft een moeilijke taak. Ja, en we weten van de KNVB, die kunnen helemaal niks op dat gebied. Nee, want weten we nog dat de KNVB, die was helemaal rond met Ronald Koeman. Weten we het nog? Ja, een paar jaar geleden. Ja, dat was helemaal in kannen en kruiken. En op het laatste moment liet de KNVB die Koeman gewoon vallen, zoek het uit en ze gingen met Hiddink in zee. Weten we het nog? Ja, en nu grote tranen omdat Koeman weggaat. Nee, die hadden ze toen moeten nemen. Ja, dus die KNVB die snapt ook helemaal niet hoe dat dan zit. Ja, die willen gewoon zomaar, hup, we nemen een bondscoach. Nee, deze groep spelers, dat vraagt om maatwerk. Dat vraagt om precisie. En dat is wat de KNVB moet doen. En of dat nou, weet ik veel, Gullit is met die Lodewegers, Ten Kate met Gullit of Ten Kate met Lodewegers. En of dat nou is met Rijkaard en weet ik veel wie. Zoiets. Verzin een fantastische oplossing daar, KNVB.
En lever nou eens een keertje dat maatwerk.